We zijn hier bij de Bakker Westland in Kwintsheul. Tomatenbedrijf van 6 hectare. Dat wordt gerund door Bart en Roel de Bakker. Bart en Roel, mijn broer. We hebben het overgenomen van vaders. Het is echt een familiebedrijf. Er staan 200.000 planten tomaten. En daarnaast natuurlijk ook niet te vergeten nog een vakje meloenen. Nou ja, dan praat je wel over met 4 miljoen kuub aardgas per jaar. En nou ja, dat willen we het liefst inruilen voor andere warmte. En dan is aardwarmte natuurlijk ideaal. Er wordt verwacht van de maatschappij dat we duurzamer gaan telen. Zelf willen we het ook om maar minder gas te verbruiken. De energieprijzen schieten alle kanten op. Gas ook, dat gaat van links naar rechts, onder tot boven. En aardwarmte geeft meer stabiliteit qua prijs bijvoorbeeld en afname. Aardwarmte die je afneemt is eigenlijk een constante afname op jaarbasis. Dus een gedeelte van je warmte in de winter wordt gemaakt door aardwarmte. En het is eigenlijk een constante afname van warmte die naar boven gepompt wordt. Dus dan in de zomer is het dezelfde hoeveelheid die afneemt als in de winter. Dat is ook een reden of een kans eventueel voor ons, omdat we in die zomer die meloenen hebben staan, meer warmte te gebruiken omdat die meloenen meer warmte nodig hebben. Aardwarmteproject van de Wippolderlaan zit aan de rand van het Westland. In dit gebied zijn toch wel behoorlijk wat locaties die zeg maar aangesloten kunnen worden. In megawatts praten we tegenwoordig en dan is het 11, 12 megawatt wat de tuinbouw af kan nemen. En dan nog de stadsverwarming komt er nog bij. Dus voor mensen die nog twijfelen of die nog in de buurt zitten, ik zou zeggen, ja, ga advies inwinnen bij een adviseur, een energiemanager of bij ETP, dat zou ook kunnen. Ik zou toch zeker alles eens goed na laten rekenen en naar de toekomst toe. Hoe jouw warmteplaatje eruit gaat zien. Een start is van 0 tot 15 jaar, is ook qua subsidie. En daarna, ja, het rendement wordt dan wel nog hoger als de eerste jaren. En dat is wel iets wat ook wel meegenomen moet worden. Dus dan praat je wel over de lange termijn. Dat zou ook een reden zijn waarom ik zeg, van, joh, ik sluit aan op aardwarmte. Om naar de toekomst toe je bedrijf op te waarderen. Wij zijn gewend om een bepaalde manier tomaten te telen. Wij moeten daarom wennen waarschijnlijk aan het aardwarmteproject. Omdat het allemaal nieuw is en weer een stap vooruit. En de jongeren groeien daarmee op en voor hun wordt het gewoon standaard, wordt het gewoon. En dat geven we dan over aan de generatie na ons. Dus dat is ook een hele mooie gedachte. Maar dan moeten we alleen nog even met z'n allen allemaal ja zeggen en doorpakken.